Ja, elke bioscoop had maar één zaal. Alhambra had een zaal, Metropool had een zaal, Astra had een zaal. City Theater, het huidige Kleine Wilming, was één zaal. En die hadden alles wel eigen identiteit van soort films die daar draaiden. De grote verandering is natuurlijk de meer keuzezalen. Dat er bioscooptheaters ontstonden. Alhambra was daar ook heel vroeg in. Die had drie zalen op een gegeven moment. Die had een soort culturele zaal en een grote familiefilmzaal. Alhambra was een echt familiebedrijf dat bijna 100 jaar heeft bestaan. Zo'n 10 jaar geleden ging Alhambra failliet. Maar de uiteigenaren weten nog goed hoe het vroeger was. Ja, het waren natuurlijk solitaire zalen, één gebouw. Mooi aangekleed, koper, rood plush, bruin hout. En ja, zo, toen ik toen bestonden, kwam bestonden bij er haar, geen aparte zalen. Zelfs geen complexjes. Het was gewoon, je had een bioscoop en dat was één zaal. Alhambra groeide in de jaren 70 uit tot een bioscoop met 5 zalen. Er kwam ruimte voor knokfilms in de Alfazaal en artistieke films in de kleinere zalen. Het aantal zalen had echter nog meer voordelen. Toen kreeg je natuurlijk het verschijnsel dat je had een film in een grote zaal. En die konden we dan, als die een beetje uitgelopen was, naar een kleinere zaal plaatsen. Dus je had een veel langere looptijd. En dan betaalde je ook lagere filmhuren. Dus was je rendement was natuurlijk veel groter. Nou, daar hebben we toptijden gehad. In 1973 was er door de uitbreiding ruimte voor een heuse foyer. En kon het echtpaar mensen ook een buffet aanbieden. Dat bleek achteraf een goede zet. Dus je trok, met de films trok je de klanten, die besteden allemaal een bepaald bedrag aan drankjes. Ja, dat was eigenlijk de jaarwinst die je maakte. Aan de films verdiende je niet zoveel. Want je moest ontzettend veel betalen voor de rechten, voor de film. En we hebben ook altijd geprobeerd om de prijzen toch eigenlijk zo bescheiden mogelijk te houden. En dus niet je kosten op. Op bezoekers. Maar ja, wij kregen voordat Sinus daar kwam, 65% van ons bezoek kwam van buiten Enschede. Ja, dat ging toen natuurlijk, ze konden daar vrij parkeren. In binnenstad gingen de parkeertarieven omhoog. Ja, daar moet je dan ook nog weer tegen opvechten. Het echtpaar had sowieso veel oog voor de bezoekers. In hun eigen huis stond de telefoon met een rechtstreekse verbinding en namen zij persoonlijk reserveringen aan. Ja, wij waren misschien toch wel heel persoonlijk gericht. Ik bedoel. Ja, je had natuurlijk heel veel contact met je publiek. Ja. En ik stond heel veel zelf ook in de bioscoop en dan ging even het belletje ging en dan moest ik opdraven, want dan moest er even iemand komen om kaartjes mee te scheuren. Ja, het was ook zo makkelijk dat we ernaast woonden. Ja. Je liep zo door je tuin. En onze kinderen ook, die gingen toen ze zo oud genoeg waren, gingen ze ook mee helpen. En van, zouden mensen nu nog behoefte hebben aan contact met de eigenaren? Behoefte misschien wel, maar ik denk niet dat er nog veel eigenaren, omdat het allemaal grote concerns zijn. Ja, dus een eigenaar zou je eigenlijk nergens meer zien rondlopen. Ja, wij waren gewoon altijd in het theater.